Wauw, onze school De Klokkenbui bestaat 40 jaar. Dat wordt feesten. En weet je wat? Onze school kijkt in de toekomst. Kijk je mee? Hoe denkt u dat de school er in de toekomst uitziet? Misschien zitten we wel helemaal niet meer in een gebouw. Het kan misschien wel zijn dat iedereen ergens anders les krijgt. Een plekje wat hij zelf gekozen heeft. Of misschien komen we wel op een hele andere manier naar school toe. Zou ook kunnen dat we dus niet meer over de weg gaan. Maar misschien wel door de lucht. Oké. Hoe denkt u dat leerlingen over 40 jaar les krijgen op de Klokkenbui? Oeh, dat is een hele goede vraag. Wat ik wel heel erg zie, is dat de juf of meneer zal denk ik wel belangrijk blijven in de klas. En ik denk dat iedereen een beetje zijn eigen manier van onderwijs kan maken. Dus datgene wat jij later wil worden, dat je die richting alvast opkiest. Om op een school te gaan doen. Hoe vindt u het nou, het 40 jaar Klokkenbui? Teun vroeg hoe ik het vind, 40 jaar Klokkenbui. Ik moet zeggen, er is eigenlijk maar één leerkracht hier die ze bijna alle 40 meegemaakt heeft en dat is Adi. Maar ik heb er toch zelf ook al inmiddels ruim 16 van meegemaakt. En ik vind het geweldig leuk op de Klokkenbui, want ik heb nog nooit zo lang ergens gewerkt. Anders zou ik hier niet meer zijn. Let's all celebrate and have a good time. Hoe denk jij dat de toekomst er later uit gaat zien met de scholen? Ik denk dat de scholen er over 100 jaar of zo, dat de scholen meer glas en zo zijn, meer licht. Dat er meer licht in de scholen komt. Dat zou best kunnen, ja. En hoe denk jij dat we over 40 of 100 jaar les krijgen? In ieder geval denk ik met meer technologie dat je les krijgt, met tablets en iPads. En met gewoon digitale dingen, denk ik. Ja. En wat vind jij leuk? Een chip in je hoofd dat je niet meer naar school hoeft? Of met een vliegende auto naar school? Ja, mij lijkt dan die vliegende auto wel leuker dan een chip in je hoofd. Omdat met een chip in je hoofd kun je nergens meer naartoe zonder dat je gezien wordt. It's your celebration. To last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gonna celebrate your party with you. Come on now. Wat zou je zelf leuk vinden? Bijvoorbeeld vliegend naar school of een chip in je hoofd zodat je niet meer naar school hoeft? Of een robot als juf? Een robot als juf lijkt me wel leuk, want dan kan je haar instellingen een beetje anders doen. Dat je bijvoorbeeld als je straf hebt dat je dat dan niet meer hebt. Of dat ze koekjes mee naar school neemt of zo. Oké, dankjewel.
Dit was weer een uitzending van Chattime TV. Vond je het leuk? Kijk voor meer op onze supercoole nieuwsite www.chattime.nl. Doei!